De Kia Sorento betekende in 2002 een ware ommekeer voor het merk. Want tot dan toe zat Kia echt in de hoek van de suffe oude bejaarde autootjes. En in één keer was een Kia stoer. Want laten we eerlijk zijn, de eerste Sorento was een dikke, prachtige SUV. Echt een statement. Ik was toen in Korea in 2002 en zag het ding voor het eerst en was onder de indruk. Maar dat was de rest van Nederland ook, want het ding verkocht als een tierenlier. Onderhuids was het eigenlijk een best ouderwetse auto. Hij stond met een ladderchassis, hij had oude motoren. Dat betekende dat de auto werkelijk als een dweil op de weg lag. Het was een soort wipkip en hij zoop als een tempelier. Dat ging natuurlijk voorbij. Het werd 2009 en het was tijd voor de tweede generatie Sorento. En dat was een zelfdragende carrosserie, modernere motoren. Die wagen reed dus al een stuk beter, verbruikte minder, nog steeds een flink ding, maar ook weer succesvol. En de tijd staat niet stil, want het is 2015 en we rijden vandaag de derde generatie Sorento. En ook die is flink doorontwikkeld weer. Het verschil zit er voornamelijk in het concept van de auto, want deze auto heeft een 8 centimeter langere wielbasis, is bijna 10 centimeter langer in zijn totaliteit en ligt 1,5 centimeter dicht op het wegdek. Dat betekent dat het niet meer zozeer een dikke SUV is, maar meer een crossover, een beetje een hele grote stationcar, want dat willen we in 2015. En ook van binnen heeft de Sorento weer flinke stappen gemaakt. Het interieur is echt helemaal bij de tijd weer, ziet er mooi uit. Mooie materialen. Ik vind wel dit hier, dat kunststof hier, dat ziet er goedkoop uit, maar zo voelt het niet aan. Het is lekker zacht. Nou, voor de rest, prachtig hier dat eilandje op de middenconsole met een soort van titanium lijst eromheen waar alle instrumenten in zitten. Het stuur ligt lekker in de hand, dat hoogglans hier, dat ligt lekker in je vingers. Het is gewoon een fijne auto. Mooi ook het klokkenpaneel. De snelheidsmeter is digitaal, is virtueel. Links en rechts zitten er wel fysieke klokken. Hij is ontzettend ruim van binnen, je zit lekker hoog, goed overzicht en met name achterin. Want die extra wielbasis van 8 centimeter komt voor het grootste deel ten gunste van de mensen achterin. Wat een stuk minder ruim is, is de keuze. Want Kia maakt deze auto met 3 verschillende motoren, 2 diesels en 1 benzine. En Nederland krijgt er maar eentje. En dat is de dikste diesel. En dat is dus deze. Die heeft 200 pk en dat is behoorlijk wat. Echt als 200 pk voelt hij niet. Het voordeel is weer, hij heeft zoveel reserve dat je nooit tekort hebt. Wat er met name een beetje in de weg zit, is die automaat. Een ouderwetse automaat met koppelomvormer. Dat is heel fijn in het terrein, maar het is een vrij trage automaat. Als je op het gas gaat staan, dan moet hij even nadenken voordat hij op zijn dode gemakje gaat schakelen. De besturing is voor een Koreaanse auto opvallend zwaar en communicatief. Dat is echt heel goed eigenlijk voor dit soort auto's. Het is nog steeds wel een zware auto. Je voelt in de bocht wel flink overhellen en wat duiken als je gaat remmen. Maar ten opzichte van de voorganger is het een stuk verbeterd weer. Maar goed, dan kan ik wel roepen dat het ruim is achterin. Maar dat wil je natuurlijk zien. Ik zei het al en wat ik zeg is altijd waar. Ik zit achter mezelf nu. Ik ben bijna 1,90 meter. Beenruimte zat. Hoofdruimte zat en heeft deze nog een speciaal glazen dak. Heb je dat niet, komt er nog 2 centimeter bij. En als je minder beenruimte nodig hebt, dan ga je gewoon een stukje naar voren. Meer kofferruimte of meer ruimte voor de derde zitrij. Want ook die zit erin. Uiteraard eventjes de hoedenplank aan de kant. En ook die is heel behoorlijk. Knutselen natuurlijk. Het is geen Cadillac Escalade, daar gaat het allemaal automatisch, maar moet je eens kijken. Zelfs ik kan hier zitten. Krap weliswaar, maar goed, voor kleine kinderen is het dus gewoon hartstikke goed hier achterin. Je hebt zelfs je eigen airconditioning. Een lekkere, grote, ruime, moderne auto's waar Kia vast goed mee gaat scoren. Het enige nadeel is geen keuze in motoren, maar misschien komt daar in de toekomst nog verandering in.